Hallo mensen van Doe Maar Gamen. Super awesome dat jullie allemaal weer kijken naar alweer een nieuwe aflevering van Minecraft Survival Island hier op Doe Maar Gamen. Ik heb er persoonlijk weer enorm veel zin in om deze nieuwe video voor jullie te gaan maken. Hopelijk heb jij daar achter je computer of je tablet of je mobiel of welk iets waar je deze video ook op kijkt weer veel zin erin hebt om deze nieuwe video te gaan kijken. Jongens en meisjes, vind jij deze serie leuk en vind jij deze video leuk? Kun je hem natuurlijk even een like geven. Moet je alleen doen als je de video leuk vindt. Niet omdat ik het zeg, dus dat wou ik jullie gelijk even meegeven. En dan gaan we lekker beginnen met deze nieuwe aflevering van Survival Island. De vorige aflevering hebben wij enorm veel resources verzameld. Sterker nog, wij hebben zoveel resources verzameld dat ik geen resources bijna... Pardon, zo'n boertje was echt een hele rare stemovergang, maar dat maakt niet uit. Dat ik bijna geen vakjes meer over heb in mijn inventaris om spullen in mee te nemen. Dus wat gaan wij deze nieuwe aflevering doen? Wij gaan proberen deze nieuwe aflevering weer terug te komen bij de mineshaft. En ik weet dat hier liggen enorm veel oors en het is dus zonde om hier weg te gaan. Alleen ik moet even terugkomen bij de mineshaft om daar even een workbench te maken. Als ik namelijk in de mineshaft een workbench kan regelen, dan kan ik daar de kool... laten transformeren tot coalblocks. En dat is naar mijn gevoel wel heel erg fijn. Dus dat ga ik proberen deze aflevering te gaan doen. Daarentegen ben ik wel benieuwd waar de mineshaft zich eigenlijk bevindt. Want de vorige aflevering kan ik me nog goed herinneren dat ik vanaf de mineshaft juist hier naartoe ben gegaan. Alleen ik weet niet meer precies vanaf welke plek dat was. Ja, sommige dingen zal ik natuurlijk wel even meenemen. Zoals bijvoorbeeld iron is erg belangrijk voor me in deze situatie. Dus ik probeer daar zoveel mogelijk van mee te nemen. Ik zie dat mijn coalvakje hier ook nog niet helemaal vol is. Dus daar neem ik ook nog even wat van mee. Het zou daarnaast ook enorm... chill zijn als ik deze nieuwe aflevering van Survival Island voor elkaar kan krijgen om aan de 30 experience te komen. Want dan kunnen we namelijk misschien aan het einde van deze aflevering, maar ik denk eigenlijk in het begin van de volgende aflevering, oftewel de video van morgen, kunnen wij een nieuwe pickaxe gaan enchanten. En dat zou echt enorm efficiënt zijn. Ik hoop namelijk op een pickaxe met Fortune 3. Ik had er inderdaad al één, namelijk meneer Fortune, maar jammer genoeg ben ik die... op magische wijze kwijtgeraakt. Oké, waarschijnlijk ben ik gewoon weer een beetje klunzig geweest. Maar dat maakt niet uit. Ik moet die dus proberen weer een keer terug te gaan vinden. En tot die tijd lijkt het mij wel heel erg fijn om gewoon een extra fortune pickaxe te hebben. Ik kan me daarentegen wel herinneren dat ik er eigenlijk al twee had. Maar schijnbaar ben ik die alle twee kwijtgeraakt. Ik kan me herinneren dat er eentje kapot is gegaan. En de andere ben ik waarschijnlijk daarna kwijtgeraakt. Maar die was geloof ik ook niet meer heel erg hoog in durability. Dus laten we er niet al te getreurd over zijn. En laten wij gewoon proberen zoveel mogelijk XP te krijgen. Maar bovenal moeten wij dus proberen weer terug te komen bij de mineshaft. Want op die manier kunnen wij namelijk ervoor zorgen dat wij de kool kunnen transformeren tot coalblocks. Want dit is namelijk op deze manier niet echt een goede manier van het verzamelen van resources. Dus laten we hopen dat ik daar deze aflevering bij kan komen. In het ergste geval dan mine ik gewoon even naar boven toe. En dan hoop ik dat ik zeg maar boven... hout kan vinden. En dan ga ik met dat hout ga ik weer naar beneden toe. Dat zou natuurlijk ook gewoon een best wel efficiënte mogelijkheid zijn. Alleen of dat de beste mogelijkheid is, dat betwijfel ik eerlijk gezegd nog een beetje. Leidt dit naar boven toe? Nee, dit leidt niet naar de juiste plek. Oh my god, jongens en meisjes. We moeten echt zo snel mogelijk... Oh, kijk hier. Nice, hout. Cool, cool, cool. Dit hebben we namelijk hard nodig. Wat ik even ga doen, is ik gooi sowieso even iets weg waarvan ik er zeker van ben dat ik het niet nodig heb. En dan neem ik even wat hout mee. Ik neem gelijk even lekker veel hout mee, want ik ken mezelf namelijk. Anders heb ik zo meteen een workbench gemaakt en dan kom ik er later in de let's play achter. Wanneer ik hier nog steeds in deze cave zit, dat ik nog een workbench nodig heb. Dus naar mijn gevoel is het toch best wel een scenario voor het gezegde beter te veel dan te weinig. Dus laten we even al het hout meenemen dat we pakken kunnen. Dan hebben we nu 26 hout waar wij sowieso een workbench mee kunnen maken. En nu transformeer ik even snel alle kool tot coalblocks. Ik geloof dat wij precies genoeg kool hebben voor... Oké, nee, niet voor 64 coalblocks. Maar we hebben gelijk weer heel erg veel ruimte in onze inventaris. Dus dat is echt enorm mooi meegenomen. Ik maak hier ook gelijk even blokken van. Ik bedoel, nu we toch bezig zijn. Oké, nice. Nou, nu we dat hebben gedaan, kunnen wij weer gelijk veel meer, maar dan ook echt veel meer resources meenemen. Dus dat is echt een hele mooie optimalisatie van ten opzichte hoe het eerst ging. In ieder geval, jongens en meisjes, ik ga gelijk even kijken of ik hier... Oeh, kijk, iron. Nice. Iron heb ik sowieso nodig, want hoe meer iron ik heb, hoe sneller ik mijn beacon kan gaan uitbreiden. Ik zit er daarentegen wel aan te denken om deze nieuwe aflevering van Survival Island wel weer gewoon terug te gaan naar mijn eilandje. Alleen, ik twijfel er nog wel een beetje over, hoor, jongens en meisjes. Want ik weet namelijk hoeveel ores hier nog te vinden zijn. En het zou dus heel erg zonde zijn als ik deze aflevering wegga, zonder dat ik zeker weet dat ik ores misloop. Dus, ja, dus misschien is het handig als ik toch nog even verder ga kijken hier. Hoppakee.
Nou, dit zakt in ieder geval even af. Dan hoop ik dat hier wat meer iron achter zit dan twee stukjes. Oké, okay, kijk eens aan. We hebben weer lekker veel iron erbij. Ik weet niet hoeveel iron we al hebben. Oh, we hebben gewoon al bijna 3 stacks met iron in 3 afleveringen. Tenminste, 2 afleveringen en het kwart van 1 aflevering. Een kwart, niet het kwart. We moeten het natuurlijk wel een beetje Nederlands houden. Maar een kwart. Dus ja, dat is in principe wel weer een hele vooruitgang. Ik heb geen idee wat hiermee aan de hand is. Het ziet er een klein beetje glitchy uit, maar dat zal wel horen. Nee, dat hoort niet. Dat is gewoon omdat ik het namelijk... Het leuke aan mijn Minecraft Survival Island wereld is dat ik hem al in vele verschillende soorten versies heb gespeeld. Ik begon er namelijk mee in versie 1.4.7, geloof ik. Of nee, ik geloof 1.5.2. Dat was geloof ik de versie waar ik mee begon. En nu zit ik inmiddels alweer in versie 1.8. Ik ben namelijk nu al een jaar bezig zat in deze serie. Het is gewoon echt ongelooflijk hoe lang ik weet door te brengen in één Minecraft wereld. Gelukkig supporten jullie mij allemaal nog zo enorm met deze serie. En dat is voor mij ook zeker weten een enorm grote motivatie om er gewoon lekker mee bezig te blijven gaan. En natuurlijk omdat ik het een enorm leuke serie vind om voor jullie dagelijks op te nemen. Dus dan weten jullie ook gelijk hoe dat zit. Maar nee, ik ga heel even kijken of ik zoveel mogelijk kool kan meenemen. Zo, dit kan ik ook nog even meenemen. Hoppakee. Ik neem deze video trouwens op dezelfde dag op dat ik de video van gisteren opneem. Voor de mensen die zich afvragen waarom doe je dat. Want normaal gesproken probeer je Survival Island natuurlijk altijd op de dag zelf op te nemen. Dat doe ik ook elke dag weer, behalve op woensdag. Want donderdag heb ik namelijk jammer genoeg een enorm lange dag. En als ik dan thuis ben, heb ik heel erg weinig tijd voor, voor video's opnemen. Gelukkig heb ik dan wel veel tijd voor editen en zo. Want ik moet dan namelijk nog huiswerk maken. En meestal is het dan zo dat het een klein beetje onrustig hier is. Omdat er namelijk ook mensen thuis komen, et cetera, et cetera. Dus dan weten jullie ook gelijk waarom dat de reden ervoor is. Maar gelukkig kunnen jullie toch elke dag gewoon lekker blijven genieten van een nieuwe Survival Island video van mij voor jullie. Want ik probeer namelijk gewoon elke dag 3 video's te uploaden. Omdat ik het namelijk super leuk vindt om te doen. En schijnbaar vinden jullie het allemaal heel erg leuk om naar te kijken. En dat vind ik echt awesome. Maar we gaan dus proberen zo snel mogelijk een tweede beacon erbij te maken. Zoals jullie kunnen zien. Ik heb momenteel bijna 26 XP. Of ja, bijna 26 is een klein beetje overdreven. Ik heb namelijk net de 25 aangetikt. Maar het gaat in ieder geval heel erg lekker als we kijken naar hoeveel experience ik heb. Ik wil dus proberen... Oeh, een mic... Melon seeds, oké. En gold, dat kan ik eigenlijk allebei wel goed gebruiken. Brood heb ik daarentegen niet nodig en dat ga ik dus ook niet meenemen. Ik had eigenlijk gehoopt dat er iets van diamonds in zouden kunnen zitten. Want er is namelijk een mogelijkheid, dat heb ik uit geheime bronnen ondernomen. Oké, ik heb het meerdere malen op YouTube gezien. Maar het is dus mogelijk dat je diamonds vindt in een minecart. Of een kist in een minecart eigenlijk. Hetzelfde geldt voor zo'n chest in een village. Jammer genoeg heb ik dat niet meegemaakt in de village die ik hier vlakbij vond. En jammer genoeg zit hier in deze kist ook niets. Maar ja, je kunt natuurlijk niet alles hebben. Laten we eerlijk zijn. Soms heb je geluk en soms heb je wat minder geluk. Maar ik moet zeggen, geluk is bij mij tenminste de afgelopen aflevering wel van de partij geweest. Want anders hadden wij namelijk niet zo enorm veel resources gehad. Want we hebben namelijk echt enorm veel iron. Het is gewoon echt niet te geloven. Normaal gesproken vind ik wel een stekje iron wanneer ik ga minen. Maar echt zoveel als ik nu heb gevonden, dat maak ik niet heel erg veel mee. Dus dat is voor mij sowieso al een hele mooie vooruitgang ten opzichte van hoe het normaal gesproken gaat. Ik heb hier trouwens wat iron over het hoofd gezien. Of wat iron. Ik heb aardig wat iron over het hoofd gezien. Dus dat neem ik nog even snel mee. Hoppakee. Yup, ik zit al op de 3 stacks met iron. Wauw, dat is echt superveel gewoon. Dat is echt, echt heel erg veel. Sticks heb ik niet nodig. Dirt heb ik niet nodig. Melon seeds heb ik eigenlijk ook niet nodig. Of heb ik niet? Nee, die heb ik al. Ik probeer zoveel min mogelijk shit mee te nemen dat ik niet nodig heb. Vind ik namelijk heel erg zonde, zeg maar. Hoppakee. Nou, nu pak ik het eigenlijk wel weer op, hoor. Dan moet ik heel eerlijk zijn. En dat weet ik ook wel. Maar het is natuurlijk niet mogelijk om elk soort steen te vermijden. Daarom moeten wij deze aflevering waarschijnlijk ook weer gewoon even teruggaan naar het eilandje. Want we kunnen natuurlijk niet al die tijd hier blijven. Maar dat lijkt me enigszins ook wel logisch. Anders zouden we namelijk echt heel wat afleveringen alleen maar op dezelfde plek zijn. Dat is natuurlijk ook niet leuk. Ook al moet ik zeggen dat dit wel heel erg avontuurlijk is, ook al zeg ik het zelf. Ik vind het erg leuk om ook gewoon eens een keertje lekker te gaan minen. Gewoon lekker ouderwets in Minecraft gaan minen. Het is natuurlijk Minecraft, weet je. Je hoort natuurlijk te minen om in leven te blijven. Of ja. Om in leven te blijven, niet echt. Want om in leven te blijven heb je eigenlijk alleen maar eten nodig. En je moet natuurlijk uitkijken voor zombies en al dat gespuis. Maar het is daarentegen wel handig om te minen. Want zo vind je weer nieuwe resources waar je weer nieuwe tools mee kan maken. Weet je, dat hoef ik jullie allemaal wel niet te vertellen. Ik weet zeker dat er heel erg veel Minecraft ervarende kijken naar deze video. Dus die hoef ik niet uit te leggen wat je allemaal wel niet kan doen met ores in Minecraft. Maar we hebben enorm veel kool weten te krijgen. Waar ik best wel blij mee ben. Het is echt ongelooflijk hoeveel kool ik heb weten te krijgen in een vrij korte tijd. Want we zijn nu weer een aantal afleveringen natuurlijk hiermee bezig. Met minen. En we hebben dus best veel oors. Dus laten we naar boven gaan. Want dat lijkt mij een mooi iets voor deze aflevering. En ik heb een enorm snelle pickaxe. Want deze heeft namelijk efficiency 4. Unbreaking 1 maar. Oh, unbreaking. Ik dacht die unbreaking 3 had, joh. Dan kunnen we er eigenlijk wel even snel unbreaking 3 van maken. Maar ja, dan moet ik hem natuurlijk ook weer even gaan repairen. Want hij heeft namelijk nog maar een heel klein beetje durability. Hoe kun je dat ook weer zien? F3 in H toch, was dat?
Ja, hij heeft nog 397 of 379 durability. Wat enigszins niet heel erg slecht is. Alleen het kan natuurlijk wel wat beter. Dus ik ga even kijken hoe duur het is om deze pickaxe te gaan repairen. Want ik wil namelijk eigenlijk het liefst al mijn XP opsparen voor het uiteindelijk krijgen van een betere diamond pickaxe. Eentje met Fortune 3 namelijk. Als ik diamonds had gevonden, had ik het ook gegarandeerd meegenomen met mijn Silk Touch pickaxe. Zodat ik het uiteindelijk kan weghakken met een Fortune pickaxe. Maar ja, ik ben niet echt wezen stripmine, dus het was eigenlijk ook niet echt makkelijk geweest voor ons om diamonds te vinden. Ik ging eigenlijk ook min of meer minen voor de iron, want ik wist namelijk dat ik meer iron nodig had. Want nu kunnen we namelijk een extra beacon erbij maken. Tenminste, waarschijnlijk wel, ik weet het niet zeker. Maar we hebben echt enorm veel iron erbij. Dat maak ik niet vaak mee dat ik zoveel iron vind in een aantal afleveringen. Maar omdat ik deze Survival Island video dus op dezelfde dag opneem als gisteren, is het voor mij een klein beetje moeilijk om te vertellen wat ik vandaag op school heb meegemaakt. Dat is dus in ieder geval vandaag voor mij donderdag geweest. En ik neem aan dat het gewoon weer een beetje een basic schooldag was. Natuurlijk neem ik de video van morgen wel weer gewoon op dezelfde dag op. En die van zaterdag en zondag ook. Dus namelijk eigenlijk alleen maar donderdag had het zeg maar enig van tevoren wordt opgenomen. Maar ik weet dat jullie dat toch niet erg vinden. Dus ja, daar ben ik wel blij mee. Voor de rest, ik ga natuurlijk de volgende aflevering even kijken of we de 1000 likes hebben. Of de volgende, ja de volgende, ik dacht even dat ik de vorige aflevering zei. Maar dan ga ik natuurlijk weer even kijken of we de 1000 likes hebben gehaald. Want dan kan ik namelijk weer iemand op de wall of fame zetten. We gaan nu namelijk terug naar mijn huis. En ik ga dus even kijken of ik nog wat leuke objectives heb staan op het objective board. Die ik enigszins weer een keer zou kunnen gaan uitvoeren. Ik dacht heel even dat ik al bij mijn eilandje was. Puur door de zon. Maar ik was natuurlijk vergeten dat die zon overal te vinden is. Oeh, kut. Ik ben geloof ik heel erg ver verwijderd. Oh nee, ik ben alweer bij mijn village, of niet? Ja. Wauw. We waren al die tijd, waren we gewoon onder... Of al die tijd waren we gewoon onder de bergen van de village. Of nou, van de village. Natuurlijk niet echt letterlijk geclaimd van de village. Ik bedoel, dat lijkt een beetje raar. Dat zou een beetje raar zijn. Maar jullie begrijpen denk ik wat ik bedoel. Kan ik het nog meenemen? Ah, ik heb er één mee kunnen nemen. Geniaal, of niet? Ik heb het geloof ik niet op kunnen pakken. Nee, dat dan weer niet. Ja, je kunt natuurlijk niet alles hebben. Ik geloof daarentegen dat wij die kant op moeten gaan. Dat kan ik me tenminste nog wel herinneren. Maar we kunnen natuurlijk ook gewoon het bootje pakken die kant op. Dat brengt ons geloof ik ook naar het eilandje toe. Misschien kunnen we dat nog wel even wat beter doen. Laten we dat even gaan doen, jongens en meisjes. Eerst pak ik dus even een bootje. Hots, vlots. En dan moet ik heel even wat dumpen, wat ik echt gegarandeerd niet nodig heb. En dat is een beetje dirt. Ik heb namelijk genoeg dirt. Mijn hele eilandje is gemaakt van dirt. Tenminste, niet mijn hele eilandje. Maar een heel erg groot gedeelte van mijn eilandje is gelukkig nog wel gemaakt van dirt. Het zou een beetje raar zijn als mijn hele eilandje in één keer getransformeerd was tot een ander soort blok. Want dan zouden we namelijk echt letterlijk al het dirt hebben weg moeten halen. En er was aardig wat dirt op mijn eilandje. Dus dat zou moeilijk geweest zijn als ik dat allemaal zou weg moeten halen. Maar laten we eens even gaan kijken of wij deze aflevering het voor elkaar kunnen krijgen om... een nieuwe beacon te gaan maken. Want ik heb namelijk natuurlijk... Eigenlijk heb ik dan één beacon te weinig. Want ik heb namelijk één beacon... heb ik laatst gemaakt... die ik dan heel erg graag... Oh, dat is een... Ik heb geen pumpkins. Daar zijn pumpkins. Ga ik die meenemen? Nou, ik heb ze niet echt nodig. Ik heb ze niet echt nodig. Ik bedoel, ze zitten enorm dicht bij mijn eilandje. Dus ik neem ze later nog wel een keer mee. Het voelt zo enorm goed om met zo enorm veel resources thuis te komen, jongens en meisjes. Het voelt gewoon als een heel productieve dag, om het even zo te zeggen. Het voelt gewoon alsof we echt met een enorm grote beloning thuis komen. Het voelt erg goed, laat ik het daarop houden. Maar om even back to the point te komen. Ik had dus een beacon gemaakt voor de diamond beacon die ik uiteindelijk wou maken op het vasteland. Oftewel bij het kasteel. Ik heb uiteraard een hele tijd geleden heb ik een beacon gemaakt die ik natuurlijk al heb neergezet. Die daar zit. En die zorgt er dus voor dat ik jump boost krijg als ik het goed heb. Of geen jump boost. Ik zal heel even kijken wat ik daarvan krijg. Dan kan ik snel achterkomen door er gewoon even overheen te lopen. Zo. Ja, speed. En dan wil ik er hier eigenlijk nog graag eentje hebben die jump boost geeft. En het hele probleem daarmee is dat ik dan geen beacon meer heb voor op het vasteland. Dus dan moeten we binnenkort weer een keer de winner gaan verslaan. Dus dat moet dan wel weer gebeuren. Kunnen we de onderkant weghalen? Ik geloof dat hij dan namelijk gewoon doorgaat. Dat is wel heel fijn. Want dan haal ik dat namelijk weg. En dan maak ik gewoon een nieuwe beacon. Dan hebben we namelijk speed 1 en jump boost 1. Ik heb namelijk liever zeg maar 2 beacons. Die allebei voor 1 power-up zorgen. Dan 1 beacon die voor speed 2 zorgt. Ook al zou dat ook wel heel erg fijn zijn. Alleen ik weet nog steeds of dat mogelijk is. Dus ja, ik geloof dat je daar namelijk diamond of emerald voor moet hebben. Oh ja, het drugslab. Ja, daar moet ook weer een keer mee verder gaan. Wauw. Daar kom ik serieus ook kut. Ah, kut zo. Ik denk, als ik nou net op tijd gooi, dan blijf ik een beetje bij dezelfde plek. Maar jammer genoeg bleek niets minder waard te zijn. Ja, wat we dus even gaan doen. Oh, hier is er ook nog eentje die ik weg had moeten hakken. Ah, kut zo. Zo. Ik heb gewoon 20 van die blokken. Wauw, dat is best veel. Nou, dan stapel ik mezelf gewoon even naar boven toe, als het niet anders kan. Hoppakee. Doen we dat gewoon even tijdelijk zo. Desnoods maken we er even een ladder aan vast. Zoveel projecten die ik nog moet gedetailleerder moet maken. Maar dat komt binnenkort wel. Even back to the point.
We gaan hier naar boven naar de furnace. Dus we hebben er namelijk enorm veel, als het goed is, inderdaad. En dan doen wij hier even... Of zit hier al het glas nog in? Oh, hier zit al het glas nog in. Hè? Ja, dat dacht ik al wel. Dat is geen probleem. Dat doen wij namelijk ook. Het was ook niet de bedoeling. Dan doen wij hier heel even snel al het iron in. Hoppakee. Hier wat in. Hier komt wat iron in. Hier komt wat iron. We hebben zo enorm veel iron in zo korte tijd weten te krijgen, guys. Echt prachtig om dat in een aantal afleveringen te kunnen krijgen. En hier doen we maar gewoon even wat coal in. Zo. Nu kunnen we ook gelijk alle furnaces vullen. Dat is echt een hele vooruitgang. Want ik wou namelijk sowieso alle furnaces zeg maar gevuld hebben. Voor de mensen die zich afvragen, joh, waarom dan? Ik vind dat gewoon fijn. Voelt gewoon goed, weet je. We hebben zoveel konden kisten zitten dat we het beter gewoon hier in de furnaces kunnen leggen. Want daar heeft het tenminste nog een bepaalde functionaliteit. In de kisten ligt het alleen maar weg te rotten. Niet letterlijk natuurlijk, maar jullie begrijpen wel wat ik daarmee bedoel te zeggen. Cool. Nou, nu we dat hebben gedaan, heb ik eigenlijk alle oors wel daarin zitten. Nu kan ik hier even al het glas uithalen voor de extra XP. Want dat is namelijk nooit verkeerd. Dat we hier zoveel glas in hadden, dat realiseerde ik me echt niet, guys. Wauw. Dat is wel heel erg overdreven veel. Laat beneden in de comments een leuke objecten weten met iets wat ik kan gaan bouwen met glas. Dus laat beneden weten in de comments. Maak puntje, 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 puntje van glas met de achter hashtag objecten. Wie weet zet ik jouw naam daar wel voor in de Book of Fame. Als ik het uiteraard een leuk object vind. Stel of jij schrijft in de comments op, maak een mega luchtballon. Inderdaad, kijker, dit voorbeeld heb ik al vaker gegeven. Maar stel of jij laat mij in de comments weten van Job, maak een keer een mega luchtballon met erachter hashtag objective. Voor de mensen die zich afvragen, Job, hoe schrijf je nou weer hashtag objective? Nou, kijker, hashtag objective, dat schrijf jij zo. En stel of ik vind jouw idee leuk, dan kan ik het eventueel gaan uitvoeren in Survival Island. En als beloning kan ik daarvoor misschien jouw naam wel in de Book of Fame of in de Hall of Fame zetten. Of ik bedoel op de Wall of Fame, sorry. Ik heb daar nog steeds altijd een beetje verwarring mee. De Book of Fame, de Wall of Fame en de Hall of Fame. Maar dit is dus de Wall of Fame. Hier komen de mensen op wanneer wij de 1000 likes of meer hebben gehaald op een Survival Island video. Dus dan weten jullie ook gelijk hoe jullie daarop kunnen komen. Maar ik moet heel even snel wat seeds erbij pakken. En even een kist. Want ik wil namelijk even het volgende gaan doen. Vele mensen zullen zich misschien afvragen. Wat wil jij nou weer met zaad? That's what she said. Nee, wat wil je daarmee gaan doen? Dat zal ik jullie even laten zien. Zo. Met een kistje. Heb ik die hier niet? Nope. Oh, ik heb hier nog. Zo. Ik dump gelijk even alle shit die ik gegarandeerd niet nodig ga hebben. Ik heb hier nog wat plantaardig voedsel. Ik heb hier nog wat flint. Waar hoort flint onder? Ik denk dat ik dat maar... Oh nee, dat hoort hier bij kool, geloof ik. Ja, ik heb al best wel veel flint in principe. Normaal kan ik dat altijd moeilijk vinden. Nou ja, dat heb je als je zoveel honderden dagen op hetzelfde eilandje bent. Dat krijg je er dan nou eenmaal van. Dit mag hierin. Nog wat eten bij. Maar ja, ik vind het altijd fijn om het gelijk even te organiseren. Dan zit ik er namelijk weer mee, weet je wel. Dat is alleen maar kut. Oh, hier kan ik nog wat por van die dingen in doen. Hier wordt een kist van gemaakt. Die heb ik namelijk nodig. Torsjes zijn enigszins wel handig om te hebben. Zo. Ja, als je dat doet, doe het dan goed. Hè? Dan inventariseer ik het ook gelijk even op de juiste manier. Ja, perfect. Oké. Ik wou het even heel perfectionistisch doen. Ik weet het, kijken. Maar dan heb je in ieder geval wel je inventaris mooi georganiseerd. Maar wat ik dus even wil gaan doen. Of zit hier een kist in? Nee, ja, ik maak het sowieso even in. Dat is geen probleem. Hoppakee. En wat ik dus even heel snel ga doen. Jullie vragen je misschien af. Job, wat heb je nou weer aan een kist met seeds? En jullie raden het al. Ik heb natuurlijk een tijdje geleden een nieuw objective hebben wij toen voltooid. Namelijk het krijgen van een enorm grote megakip. En voor de mensen die zich afvragen. Job, waar zorgt die megakip voor? Nou, kijker. Daar hebben wij een enorm mooie... Pa-pa-pa-pam! Kippenfarm in gemaakt. Yay! Nou, die gaan we dus allemaal even boeien. Dat moeten we eigenlijk elke aflevering even doen, hoor. Daarentegen. Ik was alleen even de afgelopen aflevering een beetje vergeten. Zo, dan zetten wij hier. Zo. Nice, zetten we heel even alle seeds in. Zo, ik doe het even anders. Zo. Dat ziet er wel goed uit. Hoppakee. Kun je elke keer 5 seeds of meer pakken. Nou, die breeden we dus om de aflevering even. Of om de aflevering. Elke aflevering moeten we het eigenlijk meerdere malen doen. Maar omdat we elke aflevering natuurlijk weer met wat nieuws bezig zijn. Wordt dat moeilijk. Maar ja, jullie komen met zulke leuke originele ideeën. Ik bedoel, ik zet jullie er graag voor in de Book of Fame. En in de, op de Wall of Fame natuurlijk. En ik voer ze natuurlijk ook graag uit. Maar nee, even back to the point. Een beacon. Waar willen wij de tweede beacon gaan creëren, guys? En dat is natuurlijk... Oh, kunnen we er niet tegenaan bouwen? Ja, dat is perfect. Dan hebben we gewoon 2 beacons tegen elkaar aan. Dan hebben we namelijk gelijk jump boost en speed boost. Yes, dat gaan we gegarandeerd doen, guys. Oké, we gaan er gewoon deze aflevering alvast even mee beginnen. Beacon doet mij altijd denken aan bacon. Dat is gewoon echt ongelooflijk. Toen ik het in het begin van Minecraft zag, dacht ik al, beacon? Wat de fuck moet dat nou weer voorstellen? Maar toen kwam ik er dus achter wat het was. En toen realiseerde ik me dus ook van, oh, het is geen bacon. Nee, maar ja, dat hou je natuurlijk een beetje wanneer je voor het eerst Minecraft naam ziet. Of item naam eigenlijk. Zo. Nou, ik denk
dat we hiermee al aardig ver komen met 36 van die blokken. Dat we eigenlijk al meer als genoeg hebben. Zo spannend, jongens en meisjes. Een tweede beacon. Nu al gewoon, hè. Nou, nu al. 350 dagen. Nou, hoesje. Ik ben natuurlijk nog steeds een beetje verkouden. Maar nee, wat we dan doen is dan heb je dit. Hoe groot moest die eigenlijk zijn? 1, 2, 3, 4, 5. Oké, dus dat is 1, 2, 3, 4, 5. Nou, we komen er een heel eind mee. Ik wou zeggen, we komen er wel klaar mee, maar dat zei ik net niet. ik denk dat hij zo hoort, toch? Oh, nog maar... Nee, dat klopt niet. We hebben hem te lang gemaakt, zie ik. Oké, ik was wel bang dat ik hem niet kapot kon maken. Kan dit wel? Oh, we hebben nog heel veel iron blocks over shells. Wauw. Ja, maar dat is chill. Dan kunnen we een aantal iron golems maken uiteindelijk. Ja, wat waren dat natuurlijk pumpkins. We hadden die pumpkins mee moeten nemen, guys. Dan konden we een hele grote iron golem farm maken, weet je wel. Laat hier beneden weten in de comments of jullie een leuk iron golem idee hebben. Lijkt me wel vet. Oh, hier hadden we trouwens ook nog iron in. Zo. Maar nee. Heel efficiënt. We moeten dus even die beacon ophalen. Als we daar deze aflevering nog aan toe komen. Anders doen we dat gewoon even de volgende aflevering. Weet je, ook geen probleem. Hebben we de volgende aflevering ook weer wat heel leuks te doen. We gaan natuurlijk niet alleen de volgende aflevering die beacon ophalen. We gaan de volgende aflevering heus wel meer doen. Maar die beacon ophalen is gewoon één leuk iets wat je erbij kunt doen. Heel snel. Ik wil het heel snel. Ik denk dat het niet sneller als dit kan. Zo. Wanneer ik dan klaar ben met het craften, dan heb ik alweer wat nieuwe blokken erbij. We hebben echt al super veel blokken, guys. Wauw. Ik ben een echte iron guy. Ik had eigenlijk beter iron man kunnen zeggen. Shit, mijn grap is verpest. Nee. Nee, maar even kijken. Hoeveel zit hier? Hier zit één iron in. Hier nog iron. Zit hier nog wat iron in? Nope, hier. Eén iron, hier één iron. En dan komt hier nog één iron. Nou, come on, come on. Pizza, pizza, pizza. Nee, maar we kunnen dus als het goed is nu twee beacons bij elkaar maken. En dat kunnen we dus de volgende aflevering even officieel gaan uitvinden. Om het even op die manier te zeggen tegen jullie. Zo. En weer 9 iron blocks erbij. Het is echt ongelooflijk hoeveel iron we wel niet hebben. Ik vind het wel tof in ieder geval. Hoeveel iron blocks hebben we nou in totaal? Want we hebben geloof ik nog wat iron liggen in het kasteel. Hier kunnen we ook nog wat blokken van creëren. Waarom staat hier geen workbench? Seriously, waarom staat hier geen workbench? Ik heb zowat overal workbench staan, behalve in mijn fucking kistenkamer. En... problem fixed. Nice. Hoppakee. Ah, ik had 1 iron meer moeten hebben. Heb ik dat niet? Nee, dat heb ik niet. Ja, heel veel iron in ieder geval. Ik ben best wel heel erg tevreden. Zo. 2 eieren. Ik heb hier 8 eieren. Die moet ik eigenlijk even uit laten komen. Ja, cool. We hebben veel kunnen doen in deze nieuwe aflevering. Laten we eerlijk zijn. Oké, er gaat iemand in de Book of Fame komen. En de persoon die in deze nieuwe aflevering in de Book of Fame gaat komen is Shelly Hemprig. Shelly Hemprig. Gefeliciteerd. Ik neem aan dat jij een meisje bent, maar dat weet ik natuurlijk niet zeker. Maar toch, heel erg bedankt voor jouw reactie. Heel erg bedankt voor jouw support rondom Doe Maar Game. Hopelijk blijf je nog lekker lang kijken na mijn video's. En hopelijk blijf je er nog lang van genieten. Heb ik het naam opgeslagen? Nee. Shelly Hemprig. Zo. Dus jongens en meisjes, allemaal weer heel erg bedankt voor het kijken van deze nieuwe aflevering van Survival Island. Heb jij nog een leuk idee voor iets wat ik kan gaan doen? Wat ik kan gaan bouwen, wat ik kan gaan onderzoeken in Survival Island? Laat het dan beneden weten in de comments met de achter hashtag Objective. Objective schrijf je met de O-B-J-E-C-T-I-V-E. En daarnaast kunnen jullie natuurlijk ook even een like op deze video achterlaten. Als jullie hem oprecht leuk vonden, moet je dus niet alleen doen omdat ik het zeg, maar je zou me er wel een groot plezier mee doen. En dan zie ik jullie uiteraard morgen om 16:30, om 17:30 en natuurlijk om 19:30 weer met een nieuwe aflevering. Van Survival Island om 19:30. En maar natuurlijk om 16:30 en om 17:30 weer nieuwe video's. Bedankt voor het kijken. Dit is een baas. Hashtag WG Army voor de motherfucking win. En dan zeg ik. Later mensen.